Nou, vandaag hebben we een echte hiphopper te gast. Hij werd op 13-jarige leeftijd geïnspireerd door zijn neef Ali B om de muziek in te gaan. Nou, momenteel heeft hij een knijter van een hit te pakken samen met Dean Sanders. En daar komt er natuurlijk alles over vertellen. Hartelijk welkom, je kijkt naar Toffe Gasten. Ja, en vandaag dus Jesse bij mij te gast hier bij Toffe Gasten. En volgens mij, ik heb net al de hele tijd lopen nadenken, maar volgens mij ben je nog nooit hier eerder geweest, toch? Althans, nee. Niet bij mij in de studio. Nee, dus het is een eer, man, om er te zijn. Nou, ja. Eer. Ja, tof. Ik was over gedaan, toch? Ja, nee, maar het is toch tof. Ik bedoel, leuk, man. Ja. Hé, hey, hoe is het met je? Want je bent behoorlijk druk, hè? Ja, nee, ik ben zeker wel druk. En ik doe ook leuke dingen. Dat, soms ben je druk met dingen of je denkt van, ja, ik zou liever dat of dat willen doen. Maar er gebeuren nu dingen op mijn pad waarvan ik denk, ja, leuk om mee te maken. In september ben je met een hele bubs naar Ibiza vertrokken om daar een nieuw seizoen op te nemen van de beste zangers van Nederland. Ja. Over het algemeen is dat natuurlijk een enorm goed bekeken programma. En ik spreek vaak artiesten die daar aan mee zijn gegaan. En die zeggen altijd, Kees, het is zo'n leuke ervaring om mee te gaan. Deel jij die mening ook? Ja, absoluut. Ik kan je echt zeggen, dat meen ik uit de grond van mijn hart, dat dit het leukste programma is waar ik ooit aan heb meegedaan. Meen je dat nou? Ja, kijk, naast dat je het gewoon bezig bent met muziek, mag je ook nog eens gewoon ter plekke remixen maken en optreden van de grootste sterren om je heen, weet je. Mm-hmm. Ik bedoel, we zaten daar toch echt wel met een groep A-artiesten, weet je. Gerrit Joling, Birgit Lewis, Rutger Kort, Nicky, weet je. Dus ja, het was zo vet om het mee te maken, weet je. Laat me Freek Bartels ook zeker niet vergeten, want die heeft daar ook wel een stempel gedrukt. Ja, het wordt gekke werk. Het is nog niet op tv, weet je, wanneer het wordt uitgezonden? Ja, ik heb gehoord vanaf 1 april. Het is geen grap. Dus ik hoop ook dat het dan ook zo is. Ja. Maar we merken toch ook wel de laatste tijd dat best wel een succes is. Oudere nummers in een nieuw jasje steken en dan vaak ook wat rap daarbij toevoegen. Van waar dat succes? Kan je dat uitleggen? Kan je dat toelichten? Ja, ik denk sowieso dat rap steeds meer oog heeft geopend voor in Nederland. Weet je, heel vaak dachten we toch dat het maar voor een bepaald doelgroep was en zo. Maar als je toch kijkt, hoe het allemaal is gaan lopen na bijvoorbeeld een Ali B met Marco Bezzato. Lange Frans die dan nummer 1 hits ging scoren. Ik die ook best wel leuk met ding doe. Jij doet ook leuke dingen. Ja, toch weer zo'n programma als dat van mijn neef. Ali B op volle toeren. Ja. Ja, dat is dan toch denk ik wel de beste vergelijking. Weet je, hoe je eigenlijk. Kijk, als muziek gewoon goed is, dan maakt het niet uit of de ander zingt en de ander rapt. En weet je, als het gewoon. Als de plaat gewoon goed is, dat is denk ik gewoon de basis, weet je. Ja, want het publiek, wat je zegt, wordt volgens mij ook wel steeds breder en breder. Ja. Ook voor de mensen die interesse hebben in rap. Ja. En je hebt het zojuist al even over op volle toeren, ook een geweldig groot succes. Hij was niet genomineerd voor de televisiering, maar wel voorgeselecteerd. Ja. Hebben jullie er ook nog dingen aan gedaan om mensen te laten stemmen op jullie programma? We hebben natuurlijk allemaal, met name op Twitter, social media, hebben we natuurlijk onze fans dan opgeroepen. Roepen van support en stem. Nou goed, het heeft dan niet zo mogen zijn, maar het heeft wel echt een stempel neergezet in Nederland. En het heeft voor Ali B, Lange Frans en ik, die hadden toch al een soort van naamsbekendheid over heel Nederland. Maar heel veel van die rappers, die waren met name alleen echt in de rap scene bekend. En als je ziet hoe hun namen dan bam, in één keer huge zijn geworden naar die programma. Ja, dat is iets waar ze echt trots op mogen zijn. En Ali B wel dankbaar voor mogen zijn. Maar je moet toch ook als rapper, want ik kan me ook voorstellen dat als jij rapper bent, dat je echt je pijlen richt op die echte rap. Je moet ook als rapper openstaan voor andere dingen. Zoals een Rosamunde vernieuwen. Heb je daar, ik kan me voorstellen dat er ook rappers zijn in jouw omgeving die zeggen van, Jesse, wat doe je nou toch? Waar ben je mee bezig? Ja, maar weet je, het grappige is, daar hadden we met name 4, 5 jaar geleden heel erg last van. Want we begonnen toch wel met echt straatrap en zoals rap een beetje, waar rap een beetje op bekend staat. En op een gegeven moment, had ik met name zoiets van, ik wil een bredere doelgroep bereiken, weet je. Ik wil niet alleen maar gaan rappen over de straten, weet ik wel wat. Want op een gegeven moment, was ik ook niet meer op de straat omdat ik optredens aan het doen was. En je hebt van je hobby, wist je baan te maken. Toen kregen we heel veel commentaar op grote hits als Lijpen Mokker of Leven, Rampeneren, noem maar op. Maar uiteindelijk is de rap scene ook steeds meer gaan inzien dat
je moet het niet een stempel commercieel geven. Nee, het is gewoon van uitbreiden, je muziek voor een brede doelgroep brengen, weet je. En ik denk dat de rap scene dat ook is gaan inzien en dat Nederland zoiets heeft van, hey, wat die jongens doen, dat is meer dan alleen maar rap. Ja, maar wat je nu beschrijft, ja, dat is toch commercieel zijn? Ja, tuurlijk, het is een vorm van commercieel zijn, maar... Maar dat is toch ook niet erg? Dat is toch niet erg? Ik bedoel, als je daarmee een bredere doelgroep kan pakken en mensen dan kan laten zien hoe mooi eigenlijk rapmuziek is. Ja. Ja, geef het dan maar een stempel commercieel. Ja, we gaan kijken naar Ali B en Brownie Dutch, samen natuurlijk met jou ook. Ja. Een hit, ik heb hem wel aangekondigd op Sterrenpunt Radio, Rosamunde. Yeah! Oké, daar, yes, er in de house. Brownie nog steeds in de building. Je man Ali B. En dit is die Rosamunda. Yes, yes, yo. We going back from the east to the west, yo. Yes, yes, yo. Ze gaat terug naar de east naar de west, yo. Oh, jawel. Rosamunda, een chick uit de business. En het doet maar zo delicious. Ze heeft geen idee wie dit is. Zo'n mooie Duitse, ik kan me niet uiten. Willen zoveel zeggen, niks komt naar buiten. Yes, hey baby girl, ik ben van de flows. Van de hits en de kids en de dikkere shows. En als dit niks is, dan weet ik het niet. Want ik spreek geen Duits, maar ik ben wel verliefd. Competitie, alle mannen die dieken. Ik vecht mee in de Bundesliga. Zij is sexy, ik geef er 16. Rijn naar Berlijn, want dan wil ik er echt zien. Op volle toer ik toe naar mijn baby. Rosamunda, een hit uit de 80's. Damn girl, je maakt me crazy. Damn girl, je maakt me crazy. Damn girl, je maakt me crazy. Rosamunda, je maakt me crazy. Rosamunda, say what, say what. Schenk mir dein Herz und sag ja. Okay, okay. Rosamunda, Frag doch nicht erst die Mama. Nicht doen, nicht doen. Ja, Jesser, bij mij hier in de studio bij Toffe Gasten. Nou, we hebben hem natuurlijk gezien op volle toeren straks vanaf 1 april. En nee, het is geen grap, ook te zien bij de beste zangers van Nederland. Je hebt volgens mij ook nog gepresenteerd bij Zep, ja, klopt. Zep Kids. Gek op jou, heet het. Je bent wel allround, hè? Ja, dat probeer ik een beetje te doen. Het begon eigenlijk met dat ik bekend stond als rapper / een beetje zanger. En op een gegeven moment dacht ik van nee, ik wil gaan acteren. Nou, en toen dacht ik van, nou, dat presenteren vind ik ook wel heel tof, weet je. En toen ben ik ooit begonnen met Hihi met Sisi. En twee jaar later, of drie jaar later, nu presenteer ik dus Gek op jou, wat ook echt super goed bekeken is. Dus, leuke dingen. En het acteren, dat hou je ook nog steeds bezig? Want je bent nu ook bezig met een nieuw project, toch? We zijn natuurlijk al klaar met filmen. In februari komt er een nieuwe film uit. De eerste Nederlandse zombiefilm. Shoef Shoef Zombibi heet die. En daarin heb ik ook een rol. Dit keer niet de hoofdrol, maar wel gewoon een leuke rol. Ik denk dat mensen een echte karate-kid-achtige Jesse gaan zien. Ja. En wat is het voor een soort... Het lijkt me een soort actie-humor, ja, actie-comedy. Precies, je hebt het al helemaal goed omschreven. Het is actie, veel bloed en slijm. Maar natuurlijk ook wel gewoon een dikke, vette knipoog. Het is heel veel humor. Oké, okay, leuk. En dan hebben we natuurlijk ook de nieuwe single, What a Wonderful World, samen opgenomen met Dean Sanders. Dat ik het voor het eerst hoorde, het klonk gelijk lekker in het gehoor. Maar ik dacht wel gelijk bij mezelf, hoe komt deze samenwerking tot stand? Best wel apart, vertel. Ook dat is weer iets. Misschien dat Dean ook zoiets had van, ja, weet je, dat rap past eigenlijk gewoon heel mooi. Je hoeft niet per se een zanger te zijn om alleen maar met een zanger een liedje te kunnen maken. Het kan ook prima met een rapper. Mm-hmm. En ik denk dat hij me daarom ook gewoon heeft benaderd. Hij heeft jou benaderd? Ja, toen hij me opbelde vond ik ook wel echt de eer. Toen zei hij zoiets, ja, ik heb dit idee al zo lang in mijn hoofd. Hij zegt, om een liedje met jou te doen. Mm-hmm. Ja, en toen had hij het over Sam Cooke. Ja, ik schaam me nog, maar ik wist niet wie dat was. Dus ik had zoiets van, Sam Cooke, wie is dat dan? Dus ik heb mezelf daarna wel even twee keer de klap gegeven. Zeg maar. Het liedje kende je toch ook niet? Ja, toen ik het liedje hoorde had ik wel zoiets van, ja, dit heb ik echt wel s'avonds na een optreden op de radio wel eens een keer gehoord. Maar ik wist niet 1, 2, 3 wie Sam Cooke was, zeg maar. En het is een legend, dus dat was best wel erg. Ja, en, maar ik moet je zeggen, ja, de hele vibe was ook daar. Toen ik met Dean Sanders in de studio zat en toen ik die man ook aan het werk zag...
ja, het is echt gewoon een superster. Bij hun zit dat ook wel in het bloed, ja, hè? Dat, 100%. Dat muzikaliteit. En ik vind het juist tof. Ik bedoel, ik zou het te gek vinden om een plaat op te nemen met zijn broertje. Want daar ben ik ook gewoon mega fan van. Maar ik vond het wel te gek om juist ook een plaat met Dean op te nemen. Want zo heb ik op een of andere manier kunnen zien hoe goed deze man is. Ja. En ik wil niet zeggen dat de rest van Nederland dat niet ziet. Maar ja, hoe je het went of keert, Ben is toch weet je, de winnaar van de wat grotere show, zeg maar. Ja. Maar ik kan alleen maar zeggen, onderschat die niet, weet je. Want ik heb gehoord met wat voor dingen hij op zijn album komt. Ja, en die man brengt echt wel wat speciaals. Hè. Ja. Is het heel erg belangrijk in jouw vak dat je elkaar af en toe een klein beetje helpt? Want jij hebt natuurlijk hulp gekregen van je neef. Absoluut. Laten we dat niet onder stoel en bank schuiven. Jij helpt nu misschien indirect Dean ook weer een klein beetje. Is dat belangrijk? Ik weet eerlijk gezegd niet of ik Dean ook echt help. Want Dean heeft natuurlijk echt al een volle achterban met fans. Weet je, we hebben zo'n tour samen gedaan. En daar kwamen echt wel de nodige fans op af. Maar ik vind het tof. Ik bedoel, kijk, als iemand mij vraagt om een collab of een samenwerking aan te gaan, ga ik echt niet kijken naar, heb ik er wat aan om een liedje met jou op te nemen. Ik kijk gewoon naar van, hey, is de plaat goed? Is de vibe daar? Ja, en als het nummer gewoon goed is, dan doen we het. En het maakt me niet uit of je nou een grote naam hebt en ik mee kan liften. Nee. Het gaat mij gewoon puur om het product, weet je. En In dit geval was dat goed en absoluut, leuk genoeg. Ja. Dacht je, we gaan doen. We gaan er naar kijken. Dean Sanders samen met Yes Sir, What a Wonderful World. Zelf als je denkt, nee, liever niks, kan ik je showen dat Tommy Jesse je type is. Ik had niet echt een opleiding, nee, de showbiz was meer mijn ding. Dus kom maar met me mee voor een rondleiding. De Don Corleone, kortom, jij wint. Deze girl laat van blow, so, je kan niet zomaar bij de koop. Mami, ik wil met je rollen. Oké, ik weet niet veel, maar mijn hart is gestolen. Ik weet niet of je deze kent, maar dit is we noemen het de sterren.nl brievenbus. Hier zitten een 50-tal pittige vragen in. Het valt over het algemeen allemaal best wel mee. Ik wil je de vraag om er eentje uit te halen. Ik haal mijn hart vast. Nou, het valt echt wel mee, hoor. Nou, we beginnen bovenaan. Is dat oké? Ja, je mag bovenop. Geef maar aan mij vervolgens. Oké. Okay.
Wat zou je doen als je één dag van het andere geslacht was? Hele dag in bed liggen en met mezelf spelen. Ja. Duidelijk antwoord, ja, doe je nog één. Ja, toch? Ja, zo is het nou, ook. Dan pakken we de onderste nu. Ik zeg wel onder, hè? Oké. Dat vind ik echt een klote vraag. Ja. Je gaat er trouwens uit ook. Wat is het saaiste cadeau wat je ooit hebt gekregen? Moet je ermee. Heb je vroeger, want je bent nu natuurlijk vader, maar heb je vroeger wel eens een one night stand gehad? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, toch? Ja, absoluut. Schaam je ook niet voor? Nee, tuurlijk niet. Het is gewoon, het zou een beetje gek zijn als dat niet zo was. Is jouw leven, tuurlijk is je leven veranderd nadat je vader bent geworden, ja. Maar ook op werkgebied, is het heel erg veranderd? Ja. Jawel, ik bedoel, ik was toch wel iemand die soms 4-5 liedjes schreef als hij thuis zat. En vraag me niet hoe, maar dan gewoon tussen het eten door. Of niet dat ik dan geen aandacht voor mijn vriendin had, maar ik was wel heel vaak met schrijven bezig. Ja, en dat is nu wel gewoon iets minder geworden, want een kleine vraagt gewoon heel veel aandacht. Ja. Maar dus ik moet het nu echt hebben. Als ik wil schrijven en mijn rust wil pakken, moet ik gewoon naar de studio. Oké. Okay. Hoe gaat het met de kleine? Ja, gaat echt goed. Het is echt een... je zou misschien niet 1, 2, 3 zeggen dat ik zijn vader ben. Echt knalblauwe ogen. Maar als je dan goed in zijn gezicht kijkt, dan zie je wel de vergelijking. Dan zie je wel wat. Oké, okay, we doen er nog eentje. De laatste rol. Ja, ik vind ze helemaal top. Dus ik ben in het midden een beetje. Kijk eens. Komt-ie. Heb je een tattoo of piercings en zo ja, waar? Dat ik deze vraag nog aan jou moet stellen, maar goed. Nee. Je bent helemaal clean. Ik ben helemaal halal. Je bent helemaal halal. Nee, ik heb geen... Hoewel, ik moet wel zeggen, ik vind tattoos echt heel mooi. Het is alleen vanwege mijn geloof dat ik het niet zet. Oké, dat wist ik niet. Dat mag vanwege het geloof, mag dat niet? Nee, het is in principe niet helemaal toegestaan. Maar dus anders had ik er denk ik zeker wel eentje. Want ik vind het wel echt heel mooi. Ik zou niet als Ben en Dean, of tenminste bij Dean valt het mee, maar als Ben helemaal... Ben zit helemaal vol. Ja. Hey, waar ga je druk mee houden in de toekomst? Of de aankomende tijd? Ik ben een beetje in Engeland bezig. We gaan proberen een beetje een internationale Jesse neer te zetten. Dat komt eigenlijk doordat een platenmaatschappij daar mij van heeft overtuigd. Dus we zijn heel lekker bezig af en toe in Londen. Je gooit het nou wel zo even over tafel in. Maar dat is nog wel wat je nu zegt, toch? Ja, het is wel echt te gek inderdaad. Ja, ook gewoon het feit dat je lekker in Londen kan werken. In een van de grootste studio's. Maar hoe serieus moet ik dat nemen dan? Ik denk als je de platen hoort die we tot nu toe hebben opgenomen, heel serieus. Het is wel heel anders dan wat ik hier doe. Dus eigenlijk heeft het niks meer met rap te maken. Het is meer pop-house-achtig. Ja. Het is gewoon lekker. Engelstalig uiteraard. Ja, Engelstalig. En ik moet je wel zeggen dat ik werk heel hard aan mijn Engels. Maar ik schaam me ook echt niet om een klein beetje Nederlands accent. Dat is mijn stempel en daar ben ik trots op. Ik bedoel, ik kom ook hier vandaan. Mm-hmm. En voor de rest zijn we lekker bezig. En als het lukt, is het allemaal top. Dus super. Maar in hoeverre, want je zegt het nu, je bent bezig in Engeland, je hebt daar dus ook al dingen opgenomen. Ja. Is het nog niet uitgebracht? Nee, er is nog niks uitgebracht. De streven is, en dat zal ook wel gebeuren, dat vanaf volgend jaar ga je ook Engelstalige dingen van mij En ook hier in Nederland of puur en alleen daar in Engeland? Nee, natuurlijk ook in Nederland. Maar we releasen het vanuit daar. Maar eigenlijk voor over de hele wereld, daar valt Nederland ook onder. En ben je dan nu ook al bezig met daarin te zingen? En je zit daar ook al dus, zeg maar. Ja, zeker. Wat nu extra zwaar is, is dat ik naast het optreden en toeren en noem maar op... gewoon aan twee albums zit te werken. En aan de Nederlandstalige en aan de Engelstalige. En het zijn ook twee totaal verschillende, vooral op muziekgebied, totaal verschillende albums. Maar dat is juist een uitdaging. Oké, dus dat zou je wel echt willen, een internationale JSR? Ja, ik moet je zeggen, het was nooit mijn ambitie. Maar nadat ze mij het plan erachter hebben laten zien en mij hebben overtuigd dat het iets moois kan worden, heb ik zoiets aan. Dan zou ik toch gek zijn om daar niet aan mee te doen. Maar with all due respect, hoe komen ze bij jou? Hoe komen ze bij Jesser? Heel gek, omdat ze hebben eigenlijk via een Nederlandse producer waren ze op zoek naar een Nederlandse rapper om een samenwerking aan te gaan met een artiest die onder hun platenmaatschappij valt. Okay. Ja, en eigenlijk is het vanaf daar is het een beetje ontstaan. En toen ben ik ze wat dingen van mij gaan laten horen en waren ze heel erg geïnteresseerd. En werken we ook met grote namen of mag je daar nog niks over zeggen? Er staan wel dingen op de planning, maar zolang nog niet echt officieel de tracks zijn opgenomen, ga ik niks roepen. Want, nee. Ja. Nou, ik wens je daar in ieder geval heel veel succes mee. Ja, en hopelijk gaat het wat worden, toch? Ja, zeker. En anders komen er genoeg dingen uit in Nederland. En dan blijven we gewoon lekker hier in Nederland zitten, toch? Zo is het. Jesser, ontzettend bedankt voor je komst. Thanks, hè. Jesser, nogmaals bedankt. En ook jij bedankt voor het kijken naar Toffe Gasten. En houd in de gaten www.sterren.nl. Tot snel. Doei.